laten ze me nog. Doe ik zoek geen love, vol op in je stad en dan zal ik het wel zien. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En Dwayne en ik die waren vanochtend opgestaan met de intentie van laten we iets doen vandaag. Nou, uiteindelijk werd het steeds later en later. En toen lag er een vogel op de grond hier beneden, was ik aan het schoonmaken. En uiteindelijk later was het later. Want mijn vrouwtje is druk bezig. Nee. Make-up, outfitje. Opruimen, noem maar op. dat soort dingen. Zoals een vrouw is. Thanks dat je het eventjes hebt aangevuld. Maar in ieder geval, er lag dus een vogel hier vanochtend in de keuken. Die had Nissa gevangen. En het was zo vies dat ik echt gelijk beneden alles heb schoongemaakt met chloor en geweld en dergelijke. Maar nu is het inmiddels 3 uur geweest. En we willen toch nog even de deur uit, want het is echt super lekker weer buiten. Dus we dachten, het is zonde als we dan thuis gaan blijven. Dus wij gaan naar Almere toe. Lekker dichtbij. Voor Nela ook fijner. Fijner voor Nela, want het is niet zo heel ver weg. Toch? Nee. Ben je klaar? Gaan we? Ja? Jullie zijn ready? En dit is trouwens mijn outfit of the day. Ik heb een truitje aan van ASOS. Zo'n tankachtig ding. En dan heb ik een tasje om van Gucci. Deze broek is echt al heel erg oud. Ik weet niet waar die van is, maar zo'n broekje zit eronder. Dan heb je dit een beetje transparant. En hierbij doe ik straks slippertjes aan. En dan gaan wij vertrekken. Nou, we zijn inmiddels aangekomen in Almere. Net al lekkere churros gehaald, die al in mijn buik zitten, want ik had echt niet normaal veel trek. En nu zijn we even aan het lopen, want we zouden we wilden gaan eten om 5 uur bij Madame Jeannette. Dat is zo'n Surinaams tentje. Dwayne had gezien op Instagram dat ze daar lekker eten hebben. Tenminste, dat hopen we. Dus daar gaan we straks maar eventjes naartoe. Maar die waren pas om 5 uur open en ze liepen een beetje uit, dus wellicht 4:15 dat we terecht kunnen. Dus dat gaan we doen. Het is mooi weer. Lekker genieten. Geniet dan. Laagkop. Ik hoop het. Anders papi. Hè? Papiano. Ja, inderdaad. Anders papi. Papi sowieso meenemen misschien wel. Misschien wel. En deze die wil niet slapen. Wil je tussen passen denk ik? Nee. Ja. Ligt alleen maar te chillen. Ze zijn maar nog. Ik zoek geen lucht. Vol op in je stad. En dan zal ik het wel zien. Wacht maar tot ik je kaf. En dan zet ik je vast in mijn lab met ecstasy. En ik weet niet of jullie het weten, maar Dwayne en ik zijn één grote Five Guys fan. En die komt dus hier in Almere vanaf 11 juni. En het is vandaag 9 juni, dus wij balen. Het liefst gingen we naar Five Guys. Ja. Beetje jammer. Volgende week? Maar vanaf overmorgen zijn we iets vaak te bekennen. Ja, ik denk het wel. Is niet goed, hè? Nee. Papa traint het er vanaf. Papa traint het er vanaf. En mama ook. Trainen en eten. Trainen en eten, oké. En trouwens, heel veel mensen vragen aan mij waar die salontafels vandaan komen van onze woonkamer. Die heb ik hier gekocht bij keki.nl. En ik kwam nooit op de naam, maar nu loop ik er toevallig langs. En ik dacht, ik laat het jullie even zien. Nou, Jut en Jul kunnen eindelijk zitten hoor. Lekker toch? Bakkabanaatje als voorgerecht. Zo'n special moment, hè? Ja, zo'n eerste hap. Klinkt wel heel crispy. Krokant? Ja? Goeie? Nou jongens, hier zitten we, Madame Jeannette in Almere. Bij dit pleintje, voor degenen die hier wonen, die weten wel waar ik bedoel. Super gezellig. En zij is net in slaap gevallen. Dus wij kunnen nu eindelijk eten. Lekker hoor. Bami met kip, snijboontjes. Dwayne gaat voor de roti. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Kleine chin-chin. Gewoon in slaap gevallen. K.O. Sowieso. And if this was the last night, what would you do? Nou, we zitten weer in de auto. We hebben echt heel erg lekker gegeten bij Madame Jeannette. Echt een aanrader als je in Almere woont. Ga er een keer naartoe. Het is echt heel erg lekker. Voor de mensen die ook een Surinaamse vriend hebben en weten hoe erg hun puffen kunnen stinken. Nou, er zit hier één in de auto en die ruikt. Jongen, dat is echt niet te doen. En ik weet niet van wie Nela dat heeft, want Nela laat ook best wel vaak windjes. En die stinken ook. Maar die van twee, echt niet te houden hier in de auto. Pas als je eens komt naar binnen. Hi. Even goed. Ik ben naar kaartjes knippen. Oh. En ik zeg niet dat alleen Surinaamse mensen zulke stinkpuffen hebben, maar vooral wel Surinaamse mensen. Hokjes plaatsen. Nee.
papa moet niet zo meegillen met de muziek, hè? Dan kan je niet slapen. Ze kijkt echt not amused. Weet ik, zou maar stoppen met zingen als ik jou was. Ze kijkt echt not amused. Dus ik zou als ik jou was maar stoppen met zingen. Because she does not like it. Schatje. Good morning, het is vandaag zondag, de volgende dag. En ik ben al best wel vroeg wakker geworden. Ik weet niet waarom. Misschien gewoon mijn biologische wekker die zei van kom opstaan. Maar dat is wel fijn geweest, want daardoor heb ik deze ochtend het een en ander kunnen opruimen in huis. Ik ga zo meteen nog even dweilen en stofzuigen en dweilen. En dan komen rond een uurtje of vier de meiden hier naartoe om lekker wat te gaan eten met z'n allen. Wat ook echt heel erg gezellig is. En dan gaan we samen meerdere gerechten maken uit de HelloFresh box. En dat heb ik een tijdje geleden ook gedaan met de familie. Dat was met kerst. Dat was echt heel relaxed, want dan hoefde ik zelf geen boodschap in huis te halen. En dan heb je gewoon allerlei verschillende soorten gerechten op tafel, wat iedereen wel lekker vindt. Dus dat ga ik vandaag ook weer doen. Dan gaan we met de meiden gewoon lekker samen wat koken. En hebben we geloof ik iets van vier recepten waar we uit kunnen kiezen. Ik hoef dus ook niet de deur uit voor boodschappen, want die boxen die worden gewoon geleverd. En dan heb je alles wat je nodig hebt voor de gerechten. Dus dat is de planning voor straks. Ik ga nu eerst even opruimen, dan rond een uurtje of vier, dan komen de meiden. En dan gaan we lekker met z'n allen wat eten koken. See you. Nou, de dozen die zijn binnen en hier zitten dus alle gerechten in die we straks gaan maken. Ik weet niet wat waarin zit, dus ik ga gewoon alles even uitpakken en dan gelijk in de koelkast zetten, want ze komen pas later. En dan kunnen we dit vanavond gaan uitpakken en koken. Ik zie nu trouwens ook pas voor het eerst dat ze ook een ontbijtbox hebben. Even serieus, hoe chill is dat? Dat je gewoon iedere dag een ander ontbijt hebt. Oh, heerlijk. En dan deze hebben we al een keer geprobeerd. Tenminste niet deze recepten, maar de dessertbestelling. En dat is ook echt heel relaxed. Dan heb je gewoon al dessert klaar. Nou, als volgt wat ik hier heb in de dozen zijn deze recepten. Risotto van orzo met paddenstoelen. De kokosnoedelsoep met kippendij. Cheeseburger met tomaat en oude kaas. En schelvisfilet met tomatentapenade. Dus dat zie je hier allemaal in de doos zitten. En dat gaan we vanavond dus maken. Vlog takeover. Baby Zion'tje in de box. Ik kan dit toch helemaal niet, jongens. Wat is dit? Beginnen met een risotto met bospaddenstoelen. Met wat pompoenzaadjes en nog kaas. Dan hebben wij een soepje. Die krijgen jullie zo te zien. Met kipdij en basilicum. En dan gaan we over naar de real big thing. Hamburgers. Want Dominique is de soep. Oh ja. Beetje een kokos. Wat is het? Wat zit erin? Ja, kokos met noedels en worteltjes. En hieronder verstopt is de orzo risotto. En dan sluiten we af met hamburgertjes. Hierin aardappeltjes. En wie hebben we daar? Doe maar open. Oh, hij is dicht. Nee, hij is open. Selectie, Tocho, Satje, met Ju, Ju, Agogo, baby, do you fool? Do, cause I don't know, maar ik weet wel dat ik mijn ding wil. Als het gaat om die koe, koe, net lotto. Vacation niet, als ik ben met mijn baby, vacation. En ze is bang, hij sloeg geen issue. Nou, de meiden zijn inmiddels naar huis. Het was echt super gezellig, we hadden elkaar heel lang niet gezien. Dus ik heb alleen maar met ze gekletst en eigenlijk heel weinig gevlogd. Maar het eten was geslaagd. We hebben allemaal heerlijk genoten met verschillende gerechten op tafel. En het was gewoon heel erg makkelijk en snel om te doen. Mocht je trouwens ook zo'n HelloFresh box willen bestellen, dat kan via de website van HelloFresh.nl. En ik zet nog even mijn kortingscode in de beschrijving hieronder, mocht je die willen gebruiken. Want dat is natuurlijk altijd chill. Dan ga ik nu mijn tanden poetsen. Ik heb net al even gedoucht, mijn haar gewassen. En dan gaan wij lekker slapen. Dus jullie zien mij straks weer terug met een nieuwe dag. Good morning mensen, het is alweer een andere dag en ik zit in de auto zoals jullie wellicht kunnen zien. Ik ben onderweg naar Beauty by Rose. Daar ga ik zo meteen voor het eerst in mijn leven extensions laten zetten. Want ik weet niet of ik het al eerder heb verteld in mijn vlogs, maar mijn haar, dit is zeg maar het enige plukje wat ik nog heb zitten op mijn hoofd.
En de rest is allemaal uitgevallen door de hormonen, zwangerschap. Alles gaat uit mijn lichaam natuurlijk. En ik heb ook mijn moedervlek trouwens laten weghalen. Dus ik weet niet of jullie mijn pleister kunnen zien. Maar die is weggebrand. Ik zou hem eigenlijk pas in juli laten weghalen. Maar ik heb het ook gewoon nu bij mijn eigen arts laten doen. Want die zei van, joh, weet je, het is gewoon weg te branden, omdat hij niet kwaadaardig is. Dus heeft hem helemaal bekeken en weggebrand. En nu heb ik er dus een pleister op voor 2 dagen. En dan komt er binnen een paar dagen een korstje op. En dat gaat dan dus helen. Dus dat is ja, fijn dat hij weg is. Nu eventjes mijn camera wegdoen, want hij valt alle kanten op, zie ik. En dan zien jullie mij straks weer als ik bij Beauty by Rose ben aangekomen. Kom maar voor mijn zingen, baby, doe is overweight, mama so sick. It is easy, that I ain't crazy. Wait, it's your love, it's your enemy. Shotgun, I should sit mad night. First class, it's in cute dice. And I start drinking, it's more dice. Yeah, kind of spanner, baby, feel the vibes. Ik ben inmiddels weer thuis met een volle bos haar op mijn hoofd. En ik ben echt super blij. Het enige is dat het net keihard ging regenen. Dus mijn haar is inmiddels weer uitgezakt en pluist aan alle kanten. Maar het is een stuk voller. Ze hebben er volgens mij 100 haarstukjes in gedaan. En dat zijn van die dunne strookjes. En ook verschillende kleuren, zodat het matcht met mijn haarkleur. Want ik heb natuurlijk balayage. Dus dat was best wel lastig om die kleur precies zo te krijgen. Maar het is gelukt. En ik ben helemaal happy de peppy. Dus ik ga van de week wel even in een andere vlog laten zien hoe het er nu uitziet aan de achterkant. En wat ik er allemaal mee kan doen. Want ik kan nu zoveel meer met mijn haar dan met dat kleine dunne plukje wat er nog op zat. Dus dat zien jullie allemaal wel in de volgende vlog. Ik ga nu gelijk even de zolder opruimen waar ik nu sta. Want jullie kunnen het zien achter mij. Het is hier één grote bende. Ik word echt helemaal gek ervan. Dus ik ga een beginnetje maken, want dit is eventjes de situatie nu. Daar liggen allemaal dingen die ik heb gebruikt voor een shoplog. Hier een wasje, daar was wat ik moet opvouwen. Nou, en daarachter, dat wil je helemaal niet weten. Ga ik nu opruimen. En dit is dus de reden waarom ik eigenlijk altijd de laatste tijd shellac opdoe. Want ik heb net mijn nagels gelakt in een rode kleur. En dan heb ik even een afwasje gedaan en gelijk is het eraf. Dus ja. Ik ga echt geen nagellak meer opdoen. Alleen nog maar een C&D shellac, want dit werkt echt niet. Dan heb je dus je was weggewerkt, denk je. Maar iedere dag komt er weer was bij. Dus dan heb je zometeen, dus eind van de dag, weer zo'n stapel met was. En dan begin je gewoon weer opnieuw met hetzelfde riedeltje. En dat is dus bij ons altijd het geval. Dan denk je je was te hebben weggewerkt. En dan een dag later ligt die hele wasmand vol. En dan pelt het hele washok uit met allemaal kleding wat gewassen moet worden. En dat is dus een beetje de struggle met wasjes draaien en opvouwen. Dit moet ik nu dus ook opvouwen. En ik was nog niet eens begonnen aan andere hoopjes die ik had liggen in mijn kamer. Maar goed, dit gaat naar Nela. Zoals ik al zei, er gaat een wasje uit en er gaat ook weer een wasje in. En zo blijf je dus bezig. Zijn er vrijwilligers die mijn wasjes willen komen opvouwen? Want ik word helemaal gek hier. Dit is wit. Hoppa. That's how we do, guys. En dan komt nu nog het leukste gedeelte. Het opvouwen. Ik heb net de hele zolder opgeruimd. Ik ben helemaal kapot. Dus ik ga nog heel even meteen chillen op de bank. En dan gaan we slapen. Dus ik sluit deze vlog af. En jullie zien mij van de week weer terug in een nieuwe vlog. En binnenkort vakantievlogs. Dus stay tuned.